Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten dat digitale ontwikkeling in de zorg. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nogmaals welkom. Ik denk dat ik dat een aantal keren ga doen vanavond. De woordvoerders. En ik geef het woord aan mevrouw Van den Berg, CDA. Dank voorzitter en ik ga snel spreken. Ik heb 2 moties. De Kamer gooit de beraadslaging overwegend de motie Van den Berg 1 juni 2023 21501-31 met betrekking tot de European Health Data Space en het wetsvoorstel op vraagbaarheidsgegevens voor spoedeisende zorg verzoekt de regering te borgen dat patiënten zowel bij primair als bij secundair gebruik van data in beginsel altijd via opt-out kunnen zorgen dat zijn data niet als seksbeperkt worden gebruikt. Verzoekt de regering te borgen dat patiënten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt. En gaat over tot de orde van de dag. En dan de tweede. De Kamer gooit de beraadslaging constateren dat er diverse initiatieven zijn. HealthRR met geld uit het Groeifonds, NFU met het initiatief Cumulus, VCVZ met LSP als mede VCVZ en leveranciers met Twin en Nuts om de infrastructuur en koppelingen als mede databeschikbaarheid en hergebruik van data te verbeteren. Constateren dat bij deze initiatieven meer gebruikt kan worden van objectieve toetsing van reeds bestaande infrastructuren en initiatieven om onnodige kosten te voorkomen. Verzoekt de regeringen met het doel tot snel tot 1 degelijk landelijk netwerk te komen te borgen dat bij zowel bij primair als secundair gebruik van data alle genoemde organisaties vanuit 1 doelarchitectuur werken en het not invented here syndroom loslaten, relevante leveranciers tijdig worden betrokken zodat oplossingen uitvoerbaar zijn, toekomstige infrastructuur voor gegevensuitwisseling wordt gemaakt op basis van end-to-end versleuteling conform het amendement Heijing van den Berg Wegis 35824-22, proof of concept zoals PALGA en of Cumulus voor werken met brondata en eenduidig landelijk gestructureerd vastleggen als basis voor het zelflerend zorgsysteem toepassen, de verantwoordelijkheid van registratie en datakwaliteit lokaal bij de invoerder ligt, dataminimalisatie en doelbinding leidende principes zijn, deze data onafhankelijk van specifieke ICT-applicaties toepasbaar zijn en met spoed de amendementen Van den Berg Heijink nummer 25 en amendement Van den Berg nummer 44 van de Wegers 35824 uit te werken om de marktmacht van ICT-leveranciers aan te pakken en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Van den Berg en dan geef ik kort aan mevrouw Paulusma deze. Ja, dan gaan we naar mevrouw Thiele, ook, ziet ook af, mevrouw Agema. Ja. De Kamer gooit de beraadslaging verzoekt de regering ervoor te zorgen dat patiënten te alle tijden de mogelijkheid van een opt-out hebben bij secundair gebruik van hun medische gegevens en dat deze mogelijkheid vooraf gecommuniceerd wordt en gaat over tot de orde van de dag. Dank u zeer. Ik schors waarschijnlijk voor een enkel moment zodat de moties kunnen worden verspreid.
heropen de vergadering en het woord is aan de minister. Ja. Motie 1, oordeelkamer. Ik zie vertrouwen als een belangrijke voorwaarde voor databeschikbaarheid en ben van mening dat zeggenschap en transparantie in grote mate hieraan bijdragen. Dat is ook de lijn die Nederland aanhoudt bij de onderhandelingen over de EADS met andere lidstaten. Het uiteindelijke resultaat is uiteraard afhankelijk van het verloop van deze onderhandelingen. Motie 2... oordeelkamer, voorzitter. Zoals benoemd in een Kamerbrief van 13 april jongstleden blijf ik mij onverminderd inzetten om samen met zorgaanbieders en dienstleveranciers tot een landelijk dekkend netwerk van interoperabele zorginfrastructuren te komen. Deze motie ondersteunt dit beleid. Ik sta achter de oproep om vanuit één doelarchitectuur en met alle genoemde initiatieven het not invented here syndroom los te laten, leveranciers te betrekken en eerdere geleerde lessen mee te nemen. En motie 3 tot slot, voorzitter, die ontraad ik. Dit is conform de inzet zoals we dat doen in de onderhandelingen voor de EADS. Maar die onderhandelingen die lopen nog. Dank u zeer. Eén vraag voor mevrouw Agema nog. Nee. Daarmee, ja? Oké. Okay. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Deze beraadslaging, ook over deze moties, gaan we zo stemmen. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. En dan gaan we verder met het 2 minuten debat ziekenhuiszorg. Ik heropen de vergadering aan door de 2 minuten debat ziekenhuiszorg. Nogmaals welkom aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de woordvoerders. En ik geef het woord aan de heer Dijk, SP.